in podcast nummer 8, lieve breinpiraten. Vandaag doen we de podcast met recht tegenover mij... Stef. Stef van Averbeke, de man die zijn polo's altijd op een heel unieke manier weet niet toe te knopen en daardoor een unieke uitstraling heeft. Links van mij heb ik... Koen. Koen Raad is degene die zo net een daverend fijne soor-oefening gedaan heeft. Maar we zullen het daar vandaag niet over hebben. Waar gaan we het wel over hebben, beste breinpiraten? Meta. Afstand. Afstand. Is dat het soort medicijn die je van op afstand neemt? Of kan je iets preciezer zijn? Wel, in NLP gebruiken ze het woordje meta zeer graag. Hè. We spreken het over het metamodaal, metaprogramma's, de metapositie. En eigenlijk willen we het vandaag hebben over die bewuste metapositie. Want dat is toch wel iets bijzonders. Iets die we niet altijd bewust doen, maar die we eigenlijk toch wel handig kunnen gebruiken. En wat is de metapositie? Dat is inderdaad, zoals Koen zegt, even afstand nemen. Het is een positie, dus doorgaans wanneer dat we iets beleven, dan zijn we geassocieerd. Dan zitten we eigenlijk in ons vel, in ons lijf. Hè? Dan voelen we wat we voelen. In de metapositie stappen we bij manier van spreken uit onszelf, gaan we achter onszelf gaan staan, dan kijken we eigenlijk naar onze eigen rug en ons eigen achterhoofd en dan krijgen we een ruimer gezichtsveld. En het is zeer in de orde dat wij als mensen daartoe in staat zijn, dat we eigenlijk ons een voorstelling kunnen maken, en de luisteraars kunnen dat misschien nu meteen al doen, van stel je even voor dat je gewoon een meter achteruit stapt, niet werkelijk, maar gewoon in gedachten, zodat je naar jezelf kijkt en wat je nu aan het doen bent. Ja. En je blijkt daartoe in staat te zijn. Elk mens is daartoe in staat. Dat is die bewuste metapositie, waarbij dat je een andere beleving krijgt, meer gedissocieerd noemen we dat dan. Hè? Afstand nemen van jezelf en van je eigen beleving. En tegelijkertijd ben je natuurlijk nog altijd verbonden met jezelf. Hè? Dus het is een heel interessante positie. Het is iets wat we heel vaak gaan gebruiken in de typische NLP-oefeningen. Om een keer een overzicht te krijgen, om afstand te nemen, om meer inzicht te krijgen over het geheel. Ja. En als je zegt NLP-oefening, bedoel je breinpiraten-oefening, ongetwijfeld. Ja, alle breinpiraten-oefeningen zijn NLP-oefeningen en omgekeerd. Maar we hebben er daarnet eentje gezien. Ik verwees eventjes naar die SOR-oefening die we gedaan hebben. En daar was inderdaad ook wel duidelijk dat er in meta gegaan werd op een bepaald moment. Je hebt dat zelfs expliciet gebruikt. Inderdaad. Nu, ik heb naast Stef, die het woord meta gebruikte, bewust gesproken over afstand. Dat is ook een term die zeer toegankelijk is, ook voor mensen die nog niet echt vertrouwd zijn met NLP. En ik stel vast ook, dat is een vraag die heel vaak naar voren komt. In wezen komt het vaak op dezelfde dingen neer, die mensen eigenlijk nodig hebben om ergens bepaald inzicht te kunnen krijgen in een situatie, om ergens op een andere manier dingen te gaan doen. En dat is inderdaad door afstand te kunnen creëren. En afstand, metapositie, dat is gewoon al bewust kunnen zijn om mee te beginnen van, ik kan dat. Ik kan even loskomen van hoe dat ik me nu voel en wat dat er nu gebeurt. En ik stel me voor dat ik even bewust afstand neem en waardoor dat ik me bewust word dat er buiten wat ik mezelf, wat ik zelf voel, wat ik zelf zie, dat er ook nog alle mogelijke andere dingen zich afspelen. En op dat ogenblik, als je dat beseft, dan kun je echt letterlijk ook van je eigen gevoel afstand nemen. En dan ga je merken dat je niet meer spontaan gaat in een bepaald gevoel reageren dat eigenlijk normaal zomaar zou opkomen als je iets tegenkomt wat dat je niet aanstaat en het zou je normaal frustreren. Wel, door die afstand te kunnen nemen, door in metapositie te kunnen staan, kan je zien van, tja, ik zie nu wat er gebeurt. En ik begrijp ook mijn eigen reactie daarop. En ik ben benieuwd om dat beter te begrijpen. Ik zou willen kunnen iets ontdekken of zo. Van hoe kan dat op een andere manier? En dat opent, dat creëert ongelooflijk veel mogelijkheden voor jezelf om op een andere manier daarmee om te gaan. En vandaar voor leiderschap, met mensen omgaan, communicatie en het algemeen, dat is een zeer krachtig iets. Wat je zegt van afstand nemen. Ik hoor dan vaak mensen zeggen van, ja, we zullen het dus van op afstand bekijken, maar heel vaak vergeten ze zichzelf in het beeld te houden. Mm-hmm. En ik ooit vroeg me iemand van, hoe begin ik daarmee? En ik had toen een volgende tip gegeven van, beschouw het als een cinemazaal.
Nee, en jouw leven en wat daar gebeurd is, de film die zich op het doek afspeelt, jij zit daarin als de hoofdacteur of is als de bijacteur en dat gebeurt. Hè. En dan ga je eens op de eerste rij gaan zitten van de cinema en je bekijkt jouw film. En kijkt wat er gebeurt en dat is een beetje afstand nemen. En dan ga je drie rijen verder gaan zitten en dan bekijk je jou die naar de film aan het kijken is van jouw leven. En dan ga je helemaal achteraan gaan zitten. En dan bekijk je degene die jou bekijkt, terwijl jij naar de film kijkt van jouw leven. En dan ga je à la limite in het projectiehok zitten. En dan zie je de hele zaal waar dat jij in zit. En degene die naar jou kijkt. En degene die kijkt die naar jou kijkt. Terwijl dat jouw film speelt. En vanuit die belevingen ga je dezelfde film herbeleven. En op die manier afstand nemen. En vaak ook dingen op een andere manier gaan beleven en dus ook anders gaan reageren. Well, de oefening die je nu wat je nu beschrijft, heet NLP de dubbele dissociatie. En dat is een oefening die we inderdaad doen, bijvoorbeeld om trauma's te verwerken. Of ik had anders zeggen, om mensen toe te laten om trauma's makkelijker te verwerken. En dat is een heel effectieve techniek. Dus je gaat effectief zo aan afstand gaan nemen, terwijl dat je jezelf blijft zien in het beeld. Dus je hebt nog altijd die verbinding en toch heb je tezelfde tijd ook die afstand. En dat maakt eigenlijk een interessant proces. Hoe verder dat je dissocieert, dus hoe vaker dat je daarin die stapjes doet van buiten achteruit, hoe meer dat je eigenlijk je eigen, zeg maar, emotionele beleving die gepaard gaat met het gebeuren, die je op het scherm ziet staan, loslaat. En neurologisch werkt dat dus net hetzelfde. Dus wat er doorgaans gebeurt wanneer je volledig geassocieerd bent, is stimulus-respons. Dus er gebeurt iets en jouw hersenen gaan daar onmiddellijk op reageren. Hoe reageren die daarop? Want het eerste wat dat geactiveerd wordt, is die amygdala. Amygdala is een amandelvormig orgaantje diep in je hersenen, in het limbische systeem. En die zorgt ervoor voor de flight, fight or freeze respons. Dus die gaat eigenlijk zien van, is dit wat dat hier nu gebeurt, is dat gevaar of niet? Als dat gevaar is, wat moet ik dan doen? En dat gaat heel snel. En je krijgt dus adrenaline in je bloed. Je krijgt cortisol in je bloed. Waardoor dat je eigenlijk ook je bloedvaten voelt verwijderen. Je voelt je warm worden. En dat kan heel snel gebeuren. Dat is zoiets van, iemand stelt je een vraag, je kent het antwoord niet en onmiddellijk voel je je warm worden. Dat is die respons. En dan ben je echt geassocieerd. Ja. Dat betekent dat je dan ook denkt in termen van ik zit erin en ik voel. En een bijkomend fenomeen is dat het bloed uit je neocortex wegtrekt. Dus je wordt eigenlijk een beetje dommer op dat moment. Mm-hmm. Dus je komt in die emotionele toestand en je kan niet meer zo helder nadenken. Typisch is dat mensen die examens moeten doen, dat ze komen binnen en die nervositeit slaat toe en ze krijgen een blackout gewoon omdat hun amygdala volledig overpakt. En je bent dom geworden in een paar luttelijke seconden. En door afstand te nemen, door die metapositie te gaan innemen en door te dissociëren, ga je eigenlijk een ander neurologisch proces activeren, namelijk je gaat eigenlijk je bewustzijn terug gaan activeren, want om dat te kunnen doen, moet je je neocortex gebruiken, en tegelijkertijd ook stukjes van je limbische systeem, zoals altijd, en je gaat dus eigenlijk terug, door die afstand te nemen, ga je eigenlijk terug ontspannen, je gaat eigenlijk terug, je voelt je terug rustiger worden, en ook dat kan in luttele seconden gebeuren. Omdat te ondersteunen zoiets in oefeningen, in typische NLP-oefeningen, gaan we een break-state-vraag stellen. En dat is dan een vraag die dikwijls een bepaalde neurologisch proces activeert in je neocortex, waardoor dat je eigenlijk je limbische systeem en je amygdala terug tot bedaren brengt. Bijvoorbeeld een vraag kan zijn van, hoeveel paar schoenen heb je thuis? En naar lang je geslacht zal daar anders op geantwoord worden in hoeveelheden, vermoedelijk. Ik denk dat we ooit niet eens een lijst beginnen te maken met brainstate vragen. Ja. Moeten we misschien ook ooit eens op een blogje. Of hoeveel letters staan er in je e-mailadres? Ja. Met dat soort vragen word je eigenlijk geforceerd om je neocortex en je prefrontale cortex te activeren. Het bloed keert terug. Je wordt rustiger en je voelt terug de temperatuur in je lijf
normaal worden. Wanneer zouden de luisteraars dat kunnen toepassen? Zo, ja, je wou er nog iets aan toevoegen. Wat leuk is, Stef spreekt hier over break state vragen. Nu, je kan perfect tot een break state komen, ook door dingen te doen die verder met je neocortex weinig of niks te maken hebben. Door gewoon op een bepaalde manier te gaan ademhalen, bepaalde bewegingen te doen, die gaan ook rechtstreeks inwerken op je limbisch brein. Waardoor dat je automatisch ook in een andere mental state komt. En om misschien nog even te zeggen, het kan heel goed zijn dat je op een bepaalde manier een stimulus-responsreactie hebt, terwijl dat je bewust bent dat dat gebeurt. Maar het kan ook onbewust gebeuren. Dus dat bewustzijn en dat onbewustzijn, dat hoeft nog niet direct gelinkt te worden aan afstand te kunnen nemen. Maar natuurlijk, in de mate dat je afstand neemt en dat je meer bewust wordt van wat er gebeurt, ja, heb je meer ruimte, creëer je meer ruimte om op een andere manier daarmee om te gaan. En ga je ook, als je het bewust zegt, dan ga je ook weer die cortex activeren en dus eigenlijk een andere bloedcirculatie genereren. En wat je zegt over een oefening doen, ik denk dat jij het was, Stefan, die ooit in een training zei van als een hond zo de zee inloopt en terug uit de zee komt en die schudt zich, waarvan dat wij denken droog, dan is het eigenlijk een beweging om het trauma van zich af te schudden. Dus eigenlijk een soort break state die die hond gaat genereren. En sindsdien als ik een hond uit het water zie komen, die zich zo droog schudt, moet ik altijd denken aan de ongelooflijke rijke inhoud die we met breinpiraten delen. En dan zie ik zo'n hond zich echt break staten. En dat is ook weer een soort van afstand nemen van wat er gebeurt. Ja, en dat zijn dingen die we eigenlijk spontaan doen. Hè. We staan er inderdaad niet altijd bij stil dat we het doen. Zelfs ook het afstand nemen. Dat zijn dingen die we eigenlijk heel natuurlijk doen. Maar het gebeurt inderdaad vaak onbewust. Hè. En door het bewust te gaan gebruiken, ga je eigenlijk jezelf gaan conditioneren, in een goede zin, om beter om te gaan met plotse stimuli die anders eigenlijk, om het zo te zeggen, je hele state over gaan pakken. Ja. Want dat is dikwijls wat er gebeurt. Hè. Die stimulus-respons, dat is echt, met de amygdala die dat dan activeert in de flight, fight or freeze-respons. Ja, dat gaat zo snel en gaat zo direct dat we erheen... Het is bijna onmogelijk om à la minuut te gaan zijn van oei, wat gebeurt er hier? Dit en dus je bewuste denken, die in je neocortex zit, die komt seconden na de feiten tot die conclusie, oei, hier gebeurt iets. Hè? En dus door dat regelmatig te doen, door regelmatig in die metapositie te gaan staan, door regelmatig je break state te gaan activeren door beweging, door ademhaling, door vragen stellen enzovoort, ga je eigenlijk je hersenen voorbereiden om anders te reageren op zo'n plotse stimuli. En dat kan handig zijn, omdat je liever niet dom bent natuurlijk, wanneer dat je examens zou doen. Ja. Omdat je liever wel kan antwoorden op moeilijke vragen. En liefst ook op een manier reageert die jou dichter bij jouw doel brengt dan verder van jouw doel. Ja, het is, hè. En het leuke eigenlijk is ook op een gegeven moment wordt dat bewuste ook onbewust. Want hoe meer dat je dat doet, op een gegeven moment wordt dat eigenlijk ook een spontane reactie. En dan ga je merken dat afstand nemen, in metapositie staan, dat je dat op een gegeven moment al makkelijker vanzelf doet. En dat kan je bij anderen en misschien ook bij jezelf vaststellen. Hè, dat een ene mens blijkbaar sneller in staat is om effectief niet vanuit een directe stimulus-responsreactie te gaan reageren, maar dat die eigenlijk al bij wijze van spreken zo geprogrammeerd is om makkelijk, er zal wellicht iets gebeurd zijn. Of wat zo, en voilà. Dus. Het zijn ook technieken die aangeleerd worden in non-violent communication. We hebben het er vorige keer ook even vermeld. Mm-hmm. Dus dat stop, land, evaluate your options, and then have a way to go. Maar als ik daar nu morgen als luisteraar, breinpiraat, mee aan de slag wil, ik sta op, hoe kan ik dat oefenen? Heb je zo een paar heel concrete situaties en relaties met kinderen of gebeurtenissen doorheen de dag waar ik zelf zou kunnen zeggen, nu ga ik eens oefenen om in meta te gaan. Nu ga ik eens oefenen om een break state te genereren voor mezelf. Zeker. Ja. Wel, ik denk spontaan. Dus het is eigenlijk een universeel gegeven, waar dat blijkbaar al heel veel theorieën over geschreven zijn en verhalen over verteld. En het is makkelijk om daar eentje voor jezelf uit te pikken, wat je met verwant voelt. Maar
we kennen misschien allemaal Stephen Covey. En voor degenen die hem niet kennen, wel, Stephen Covey heeft zo'n keer een boekje geschreven. The Seven Habits, Habits of Highly Effective People. Hè. Hij spreekt daarover 7 eigenschappen die je zelf kan aanleren of aannemen om als mens effectiever te zijn. Hè. Heel kort gezegd, wel, de eerste eigenschap gaat over een principe proactiviteit, reactiviteit. Maar dat kan je daar helemaal aan linken. Hij spreekt op een gegeven moment over de cirkel van beïnvloeding en de cirkel van betrokkenheid. Wel, in de mate dat je onbewust makkelijk energie geeft aan die dingen, dat je niks aan kan veranderen, ja, dan ben je blijkbaar bezig met effectief heel veel energie te spenderen aan jouw cirkel van betrokkenheid. Ja. En de mate dat je meer bewust bent van, er zijn een hoop zaken die ik totaal niet kan beïnvloeden, dus die niet deel uitmaken van mijn cirkel van beïnvloeding, ja, dan is het misschien wel zo verstandig van daar geen aandacht aan te geven. En dan ga je meer gaan wijden aan, oké, dat is iets wat ik blijkbaar invloed kan op hebben, dus hier ga ik meer aandacht aan geven. Dat is zo één van die... zeg maar bruikbare toeltjes. Eens dat je met die 2 cirkels zo visueel aan de slag gaat, voor sommige mensen werkt dat zeer goed, maar ik neem aan, er zijn nog veel andere. Heb jij zo'n... aandacht is hier echt wel het sleutelwoord, hè. Dus wat er meestal gebeurt, is wanneer dat er een stimulus is die een emotionele respons activeert, hè, dat je aandacht eigenlijk heel beperkt wordt op dat moment. Ik krijg eigenlijk een soort tunnelvisie. Je raakt heel erg gefocust op je tegenstander of naar de omstandigheid die de trigger veroorzaakt heeft. En die moet verdwijnen op dat moment. Dus, en wat je kunt doen, is dus een perifeer zicht bewaren. Dus dat wil zeggen dat je bewust gaat leren om je zichtveld open te trekken. Dus dat is ook een manier om terug in... Ja, en als je een metapositie doet, doe je dat automatisch. Ja, absoluut, ja. Omdat je die afstand gaat nemen. Heb je daar zo een ja, case? Dus een de presence-oefening bijvoorbeeld in NLP, hè, dat is de presence-oefening bestaat eruit dat je eerst en vooral de fysiologie, een goede fysiologie aanneemt. Wat bedoelen we daarmee? Dat je de rug recht, hè, we kennen het allemaal, schouders ontspannen langs je, knieën. Flexibel, maar dus niet op slot wil ik daarmee zeggen, hè, maar dus dat je kan bewegen, kan stappen en dat je houding heel gecentreerd is, dus dat je niet uit balans zit, maar dat je in balans zit. Dus dat is het begin. En dan ga je aandacht van waar bevind ik mij nu? Ah, ik ben hier, ik bevind mij in deze ruimte. Je openstellen naar andere mensen toe, hè, ik ben open en ben zelfs nieuwsgierig naar wat dat er gebeurt, wat dat er zich kan aandienen van andere mensen om mij heen. En ik voel mij ook verbonden met die mensen. Een derde is van, ik ben alert. Hè, ik heb aandacht. Alles wat ik kan zien, horen en voelen, dat is allemaal informatie die je kan gebruiken. En ik ben een deel van een groter geheel. Misschien zelfs meerdere grotere geheel. Een familie, een gezin. Een organisatie, een team enzovoort, een maatschappij. Maar er is uiteindelijk maar één iemand zoals jij. Hè? Dus ik ben uniek, ik ben hier, ik ben open, ik ben alert, ik ben uniek. Dat zijn de 4 stappen. Nu, de presence-oefening is iets dat we ook aanleren aan NLP-practitioners om bijna als meditatieve oefening te gaan inzetten, regelmatig, zodanig dat je opnieuw conditioneert om je aandacht heel duidelijk te richten naar datgene wat dan nodig is en bruikbaar is om je vooruit te helpen. He, want veel mensen zijn niet aanwezig, ze zijn afwezig. Veel mensen zitten in een tunnelvisie en ze zijn nog niet eens bewust dat ze erin zitten. He, dus door die presence-oefening conditioneer je eigenlijk opnieuw om op een andere, meer bruikbare manier om te gaan met dergelijke stimuli. Conditioneren is een interessant gegeven. Het is je herprogrammeert jezelf naar een gedrag dat meer geschikt is voor de gewenste uitkomst. En die presence-oefening is echt de uitgangspositie die we gaan gebruiken in oefeningen, wanneer dat we mensen coachen, wanneer dat we een moeilijke keuze moeten maken, wanneer dat we een presentatie moeten gaan doen, dus wanneer dat we iets moeten verkopen. En zou het ook gewoon kunnen doen als er iets traumatisch of iets conflictueel zich aandient in jouw leven, eigenlijk gewoon even... Ja.
ademen en dan de checklist doorlopen. Ja, dat is boeiend, inderdaad. Dus Stef spreekt hier over perifere gezichtsveld, afstand, meer zien in de breedte. Jij spreekt over ademen. Een andere, een tweede of een derde ondertussen al, hè. Oefening, iets concreets dat je zou kunnen doen. Dat is effectief gewoon rustig ademen. Aandacht geven aan je ademhaling. Maakt trouwens ook deel uit van de presenceoefening. Mm-hmm. Maar op dat ogenblik ga je ook gebruik maken van de link die tussen je ogen en je oogbewegingen en de werking van je brein gebruikt. En dan zou je kunnen een oneindige acht maken van links naar rechts en die met je ogen volgen op een trage manier. Dat heeft ook een invloed op hoe je limbisch brein gaat interageren met je neocortex. En dat creëert eigenlijk ook een vorm van rust, een vorm van afstand zou je kunnen zeggen, en relativeren. Ja. Ik heb gisteren nog iemand eigenlijk die oefening als tip gegeven. En ik kreeg inderdaad als feedback, wauw, dat heeft zeer goed gewerkt. Dus in die optiek is dat leuk om inderdaad... Ja, dat zijn dan al drie heel bruikbare tips voor onze vrienden breinpiraten. Om die meta wat te oefenen, voor zichzelf die breakstates te oefenen. En daardoor eigenlijk ook... andere dingen in de hersenen en in het gedrag te gaan activeren. Ja. Wanneer dat breinpiraten dat een keer live willen meemaken natuurlijk, kunnen ze altijd komen naar een van onze live sessies. En de eerstkomende is... We hebben op 6 november hebben we een sessie die heel hard aan het vollopen is. Dus als je er nog bij wil zijn op 6 november om 19 uur in de NLP-pub, je vindt alle details op onze website, dan schrijf je je best zo snel als mogelijk in. Want ik vermoed dat we op 20, 25 mensen gaan afronden, omdat het een te grote groep wordt. Ja. En we willen toch in die sessies, en dat wil ik toch nog even duiden ook, de bedoeling van die sessies is om heel nauw met de mensen kunnen samenwerken. Dus hele grote groepen hebben wij eigenlijk niet nodig. Het is nu een beetje uitzonderlijk, omdat we ook dokter Luc Swinnen hebben die voorgesteld had om eens iets te komen vertellen over hoe ons brein en onze neurologie werken met betrekking tot uitgedoofd geraken en dergelijke meer. En vandaar dat er ook redelijk wat mensen zijn die zich nu inschrijven in de sessie. Ja. Dus het wordt iets heel speciaals, het wordt heel leuk. En dan gaan we in december, maar die zie je dan nog wel op de website verschijnen, de exacte datum, doen nog eens een sessie met een iets kleinere groep. En dat kan eventueel eens in het Brugse of het Roeselaarse zijn, of in het Gentse. Ja. Dat volgt je op de website. Mm-hmm. Misschien nog eentje, er schiet er mij nog een leuke te binnen ook. Een concreet oefeningetje of een concrete tool om toe te passen. En dat is eigenlijk heel bewust een presupposition, een vooronderstelling gebruiken. En als het te lang is, dan moet je het er maar uitknippen. Hè. Ja. Van die eigenlijk een nieuwsgierigheid, een state van nieuwsgierigheid opwekt. Dus er gebeurt iets... En je voelt, dat doet iets met mij. En dan ga je de vraag stellen van, er is ongetwijfeld een of andere goede, positieve intentie bij de persoon, bij die andere persoon die iets doet. Voor hem gaat er een goede, positieve intentie zijn. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat zou kunnen zijn. Maar ik ben ook benieuwd om eigenlijk bij mezelf te weten te komen hoe dat dan nu komt, dat ik daar op die manier op reageer. Wat er op dat moment al begint te gebeuren, dat is automatisch al het relativeren van en de zaken van op een afstand te bekijken. Als je dan daarbij ook nog een keer even, wat dat onze grootouders heel goed wisten, hè, mijn grootmoeder die zei dat ook, altijd voordat je bewust of beslist van te reageren, eerst een keer tot 10 tellen en 3 keer diep ademhalen. En eigenlijk zijn dat allemaal dingen die... Tongdraaien. Tongdraaien. Ja, dat had ik goed onthouden. Ja. Ja? Ja, de beslissing komt dan pas nadien. Ah, maar, klopt. Ja. Maar inderdaad, het sluit ook weer perfect aan bij een aantal thema's voor mensen die ons nu voor de eerste keer beluisteren, die we in vorige podcasts behandeld hebben, die aan bod gekomen zijn en die in de volgende wellicht ook nog ter sprake zullen komen. Hè, dat het voor jezelf de tijd laten en tijd creëren om de meest geschikte mental state of ego state op te roepen en die dan voor jou de dingen te laten doen of samen met andere delen in jou te... de beste outcome te bereiken. Inderdaad. Boeiend iets. Vraag je soms af hoe dat het komt, dat mensen daar eigenlijk niet
van jongs af aan op getraind worden. We zouden zo'n een meer harmonieuze wereld hebben, met minder gevoelens van frustratie, met meer openheid, met meer vreugde. Toch? Ja, en daar raak je natuurlijk een gevoelige staar. Hè, omdat wij hebben allemaal kinderen. En ik heb dan nog een dochter van 6. En dus dat is nog een jong kindje, om het zo te zeggen. En we zijn inderdaad met de Breinpiraten van plan om een programma op te zetten. Een programma is een groot woord, om ergens iets te gaan doen, effectief met kinderen als doelgroep. Omdat er is heel veel kennis, er is heel veel informatie, maar blijkbaar komt die niet helemaal door tot bij die mensen. En dat zou hen inderdaad ongelooflijk goed helpen. Later in hun leven. En jullie zijn ook trainers, ik ook. En we krijgen dikwijls de vraag, tijdens trainingen, hoe komt dat toch dat we dat nooit leren op school? En dat is inderdaad een relevante vraag. Misschien is het omdat de inzichten op neurocognitief vlak enzovoort nog in volle ontwikkeling zijn. En misschien nog maar van heel recent echt beschikbaar zijn. Maar toch is er al heel veel dat we kunnen aanreiken op een zeer zinvolle en toegankelijke manier. En speelse manier. Zeer speels, ja, absoluut. En inderdaad, er zullen wellicht nog nieuwe waarheden bovenkomen en misschien een aantal waarheden van vandaag in twijfel getrokken worden. Maar in essentie gaat het daar niet om. Het gaat over modellen die, als ze kunnen helpen om een harmonieuzer leven te leiden, dan hoeven ze zelfs niet waar te zijn. Just live them En gisteren tijdens een trainingssessie kreeg ik een gelijkaardige opmerking. We worden eigenlijk opgeleid, hoog opgeleid. En we krijgen heel veel inzicht mee en expertise mee en een skillset mee. En dan kom je in het bedrijfsleven terecht. En dan denk maar een fractie daarvan relevant te zijn. Maar wat dat eigenlijk om gaat, is om samenwerking en communicatie en relaties bouwen en relaties onderhouden. En omgaan met conflicten en omgaan met lastige klanten, om het zo te zeggen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat hebben we allemaal niet geleerd. Hè? Zo juist, ja. Nu goed, daarmee hebben wij natuurlijk een job, hè? Absoluut. En die naast de Breinpiraten zich ook vertaald in het schrijven van boeken rond dat thema. We hebben nu onze eerste publicatie die eind oktober op de markt komt. Spelbrekers. 25 oktober is ook een datum die je mag noteren om Spelbrekers, de presentatie van het boek, te gaan volgen. Ja, voor de mensen die nog heel snel zijn, want ik weet niet wanneer dat die podcast gepubliceerd worden, maar was het 25 of 26 oktober? Wel, 25 oktober is de presentatie in de vooruit, dacht ik. Ja. En op 18 oktober, maar dat gaan we wel moeten reppen om hem nog live te krijgen, is er een korte voorstelling in Mechelen, waar een twintigtal sprekers rond HR komen praten. En de Spelbrekers zijn er ook bij. Ja. Dus zeer goed, hè? Dan is het nu tijd voor de afsluitende metafoor. En terwijl dat we aan het praten waren over afstand nemen en dingen van op afstand bekijken, moest ik spontaan ergens onbewust denken aan een reis die ik een jaar of 3 geleden maakte voor een opdracht. Was ik in Cairo gevraagd om te gaan spreken. En ik had het geluk dat daar ook iemand werkte, een goede vriendin. En die zei van, kijk, als je daar bent, probeer nog 1 of 2 dagen langer te blijven. Ik bezorg je een chauffeur en een gids. En dan kan je Cairo en de piramides in snel tempo met die mensen op een personalized way gaan bekijken. Dus ja, ik ben heel blij, dus ik doe daar mijn ding. En ik blijf nog een beetje. En dus die man die neemt mij mee naar de piramides. En dan sta je daar zo aan de voet van zo'n piramide. Dat is zo indrukwekkend. Echt indrukwekkend. Dus fenomenaal hoe dat ding gebouwd is en hoe groot dat is en wat ze er allemaal van kracht en macht in gestoken hebben. En dus je beleeft dat heel intensief, zowel visueel met je hart en je hoort ook van alles. En dan is die 2-daagse rondleiding afgelopen. Dan ga je naar het vliegveld, je checkt in. En dan stijgt dat vliegtuig op. Het was mooi weer, lichte nevel, maar toch mooi genoeg om nog de aarde te kunnen zien. En dan zie je die 3 piramides die zo indrukwekkend groot waren en zoveel vragen opriepen, zie je dan zo door dat raampje van het vliegtuig, als nog kleiner dan een luciferdoosje, daar zo te midden een grote vlakte staan, grenzend aan een stad. En dan wordt dat plots allemaal zo klein, maar ook zo mooi. En toch zo klein, maar ook wel heel mooi. En het brengt jou direct ook in andere regionen. Zeer mooi.
Koen, ja. En dat is nu ja. tijd. Je zit al een half uur met een prangende vraag. Een mogende vraag. Welke zaken doe jij, of wat heb jij al eens gedaan, waarvan dat je gemerkt hebt dat het jou inderdaad hielp om afstand te nemen, om een helikopterzicht te krijgen over iets? Wat heeft jou geholpen? En hoe en waar zou je dat opnieuw kunnen gebruiken in omstandigheden waar dat misschien niet direct zo makkelijk lijkt om ook de zaken te relativeren om afstand te nemen? Dus welke concrete zaken heb jij bewust of onbewust al gedaan in het verleden die jou toegelaten hebben om iets van op afstand te bekijken? En hoe zou je dat in de toekomst bewust of eventueel onbewust kunnen inschakelen en in welke situaties om dat gewenste doel te bereiken? Zeer goed. Ja, mooie vraag. We gaan hier afsluiten. Het was weer superleuk dat jullie erbij waren, beste luisteraars. De volgende podcast, ja, die komt er ergens in november aan, ik vermoed. Vlak na 6 november. En dan kunnen we ook een beetje praten over de fijne beleving bij de Breinpiraten. Waar jullie dus natuurlijk van harte op uitgenodigd zijn. Verder hebben we in februari, denk ik, nog een deep trance training. In april. Programma staat in april, ja. En is er tussenin ook nog een burn-out programma? Ik weet dat nu niet van buiten. Maar er is een burn-out gepland. Er is een burn-out coaching van Luc Spinner gepland. Er gebeurt van alles, maar surf vooral naar www.breinpiraten.be voor de details. En vergeet ons niet te liken, liefst met 5 sterren op iTunes of via SoundCloud. Deel deze podcast ook schandalig, schandalig veel met iedereen die je lief hebt, maar ook met degene die je nog niet lief hebt. Want als ze de podcast zullen gehoord hebben, dan worden ze ongetwijfeld je beste vrienden. Tot binnenkort. Ahoy.